Galoppade voor Mr. F. Dagen en de leiding wordt genomen in het midden van de baan door Jason Dragon. Jason Dragon aan de buitenkant Durk en Boko, daarachter Falco aan de binnenkant, buitenkant daarnaast Norton Commander en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding wordt daar overgenomen door Durk en Boko. Durk en Boko, daarachter op de tweede plaats ligt Jason Dragon, aan de buitenkant is het Norton Commander. Daarachter volgt Falco en achter Falco aan de relingzijde is het... Goldcup BR, zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Daar kan ook Norton Commander inmiddels half in parkeren. En zo zijn de eerste 500 meter bijna teruggelegd. Dan komt de tussentijd 1-7-3. Durk en Boko leidt. Durk en Boko, Jason Dragon, Norton Commander. Dan Falco aan de binnenkant. En daarachter aan de buitenzijde ligt Soul Strong. Daarachter ook in het tweede spoor gaat Etinclair mee naar voren. Daarachter is het Goldcup BR en laatste is Born to Run. Zo onder de paarden de linkerbocht komen ze de rechte lijn voor de tribune in. Dan gaat Etinclair met veel geweld naar voren. Dat doet hij in het derde spoor. En zo komen de paarden de rechte lijn in met Etinclair op weg naar voren naar de leider. Leider is Durk en Boko. Daar komt Etinclair nu schuin naast. Daarachter ligt Jason Dragon. En daarachter volgt in het tweede spoor Soul Strong, die nu een mooie rug heeft. Goldcup BR ligt daarachter. Daarachter aan de relingzijde Norton Commander. Dan Falco, dan Born to Run. En aan de start van het veld Mr. F. Daag. 16-7 de tweede tussentijd. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Leiding in handen van Durk en Boko. Durk en Boko, tweede aan de buitenkant Etinclair. Daarachter aan de relingzijde de gouden helm van Ebbingen. Die rijdt Jason Dragon. Daarachter de gouden helm van Niemczyk. Die rijdt Norton Commander. En de rest van het veld dan mist in het tweede spoor onderweg. Daar ligt onder andere ook Goldcup BR. Daar ligt ook Falco. Zijn de paarden in de rechte lijn overzijde en het tempo is weer omhoog gegaan. En de leider is nog altijd Durk en Boko. Die staat onder druk van Etinclair. Durk en Boko, Etinclair. Het gaat weer hard. Daarachter ligt Jason Dragon. En ze gaan op weg naar de laatste bocht tussentijd 11-6. Op weg naar die laatste bocht leidt nog altijd Durk en Boko. Durk en Boko, daarachter aan de buitenkant Etinclair. Dan Jason Dragon, dan aan de buitenkant Soul Strong, die er mooi in ligt. Norton Commander kan er nu uit. Daarachter Goldcup BR en zo zijn ze op weg in de laatste bocht. En zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Durk en Boko nog altijd op kop. Etinclair voert de druk op. Aan de buitenkant gaat nu Norton Commander naar het derde spoor. Norton Commander gaat het terrein goed maken en die gaat de aanval nu openen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Dan neemt Etinclair de leiding over. Etinclair aan de buitenkant Norton Commander. Aan de binnenkant Durk en Boko. Ze gaan de laatste meters nu in. Het is aan de buitenkant Norton Commander die overneemt. Norton Commander. Norton Commander pakt de lengte. Norton Commander. Daarachter op de tweede plaats Etinclair. Derde wordt Soul Strong. En zo gaan ze door de finish. 12-2 voor de winnaar. En we zijn binnen.